Sharda Ramanant wordt op 21 maart vorig jaar doodgeschoten. Haar relatie met Najim M. is dan net 3 maanden voorbij. Hij spreekt haar 's ochtends vroeg op straat aan als ze naar de werk wil gaan. Hij wil met haar praten, maar als blijkt dat zij niet met hem wil praten, trekt hij een revolver en schiet 2 keer op haar. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Najim M. zijn daad ruim van tevoren gepland. Vanuit zijn flat hier tegenover kon hij de flat van Sharda met de groene pui waar zij woonde goed zien. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij al 1 week van tevoren observaties zou hebben gedaan. Nou, dat acht het Hof niet bewezen. Maar er is een ander belangrijk punt. Op het moment dat Sharda hier op straat is neergeschoten, loopt Najim M. even weg. Dat duurt een aantal seconden voordat hij terugkomt om een tweede schot te lossen. Nou, de rechtbank oordeelde eerder dat in die tijd hij zich had kunnen bedenken, maar volgens het Hof was die tijd niet voldoende. De reden is dat er in februari van dit jaar een arrest is gewezen van de Hoge Raad. Nadien is dat nog een keer bevestigd in april of mei. En daarbij stelt de Hoge Raad zwaardere eisen aan het bewijs van voorbedachte raden. En dat betekent dat dat interval van 6,8 seconden tussen het eerste schot en tweede schot, dat niet meer voldoende is voor het bewijs van voorbedachte raden. Geen voorbedachte raden dus, maar toch is de straf uiteindelijk 2 jaar hoger dan bij de rechtbank. Dat komt door het aantal vechtpartijen dat Najim M. op zijn naam heeft staan. Het Hof denkt dat Najim een persoonlijkheidsstoornis heeft, maar dat wil hij zelf niet laten onderzoeken. En dus neemt het Hof geen enkel risico en zet Najim M. voorlopig achter slot en grendel. En dat is voor de familie een hele opluchting. Ja, ik heb van de familie begrepen dat ze uiteindelijk opgelucht zijn. De familie heeft van tevoren ook wel aangegeven, ja, we hopen gewoon echt dat het niet minder wordt dan de 16 jaar die door de rechtbank was opgelegd. Er is 18 jaar uitgekomen, dus de familie is daar tevreden mee.